Meneer, maakt niet even uit waar u 5 minuutjes staat. Ja, ik moet hier toch een proces verbouwen. Heb je niks beter te doen dan Jan met de pet te pakken altijd? Ja, ik moet u toch een bekeuring geven, meneer. Ja, dat is toch waardeloos. Stop, jongens, stop. Oh, jongens, hier heb ik bezwaar tegen Hans. Je mag niet zeggen, toch zal ik je moeten bekeuren. En zegt hij nou, van mij moet het niet. En dan geef je nog andere dingen weg, zegeltjes of zo. Hè? Dus anders... De wijze waarop deze leerlingagent instructie krijgt... is typerend voor de opleiding in de 6 politiescholen die Nederland telt. De aspiranten worden hier in een cursus van een jaar... theoretisch en praktisch voorbereid op hun taak bij de politie. Een groot accent wordt gelegd op vriendelijkheid. Maar natuurlijke vriendelijkheid is niet iedereen gegeven. Meneer, dit is toch een voetpad. En als we hier allemaal gaan fietsen, dan wordt het een fietspad. Daarom verzoek ik u vriendelijk om nu verder te lopen. Dan is het daarmee afgedaan. Dus ik ga gewoon ja, meneer, loopt maar gewoon verder, hoor. Dat doe ik. Morgen. Zoals al de andere politiescholen beschikt ook deze in Leusden bij Amersfoort... over een praktijkstraat. Met onder meer een politiebureau, een bankgebouw, een winkel en een café. Hier worden de aspirantagenten vertrouwd gemaakt met zaken die ze in de dagelijkse praktijk kunnen ontmoeten. Zoals het scheiden en ontwapenen van ruziemakers in een café. Bezoekers en vechtersbazen zijn ook leerlingen. Oh ja, die wou het ook nog. Wat je nou? Ja, jongen, om opgewassen te zijn tegen deze en andere situaties leren de aspiranten veel zelfverdedigingstechnieken. Daarnaast krijgen ze ook andere sporten die bijdragen tot verbetering van de conditie. En natuurlijk is er schietonderricht. Linker elleboog op de knie. Wapen is gestrekt op het doel. Dat politiewerk meer is dan bonnen uitdelen of het verkeer in goede banen leiden... blijkt bij de aanhouding van een gewapende verdachte. Handen omhoog! Vallen dat wapen! Als de leerlingagent nu de verdachte de boeien aandoet... wordt hij gedekt door een collega. Maar hij stelt zich foutief op... door zelf de verdachte te veel af te dekken. Dankzij registratie op video kunnen fouten als deze... door de instructeurs met de leerlingen worden besproken. Ook de inverzekeringstelling in het politiebureau wordt nagespeeld. Goedemiddag, wacht op een hand. Dit is de verdachte. De handboei af en kledingonderzoek. Het valt niet mee, zo'n rollenspel, onder het kritisch oog van je collega's. Maar die komen zelf ook allemaal aan de beurt. De opleiding hier die vind ik erg leuk... Het is wel erg zwaar in de jaartijd. Je moet namelijk een hoop theorie en praktijk verwerken. Ja, de aspiranten worden in dat jaar in het internaat op alle mogelijke manieren volgestouwd... voordat ze losgelaten worden op de praktijk. Die toch altijd anders zal blijken te zijn dan de gesimuleerde op de politieschool.